De opening van een fietspad, de kruising van de West-Frankelandse dijk met de Admiraal de Ruiterstraat. Maar dat is een bijzonder fietspad, een fietspad met een voorgeschiedenis. We zijn vandaag bij de opening van een fietspad en wethouder Jeroen Ooyevaar staat bij ons. Maar het is wel een fietspad met, zullen we maar zeggen, een voorgeschiedenis. Ja, er is een voorgeschiedenis. Ik denk dat de meeste Schiedammers nog wel weten wat een tumult er is geweest in aanloop naar het plan. Dat had vooral te maken met het behoud van 78 bomen. Maar ik denk dat we ook met z'n allen kunnen constateren dat het resultaat er nu echt mag zijn. Het is voor u natuurlijk ook bijzonder omdat u destijds zullen we maar zeggen, aan de andere kant van de tafel stond en nu als wethouder het fietspad mag openen. Ja, en ik ben ook wel heel blij dat ik dus dat echt met oprechte blijheid kan doen. Omdat het proces waar ik in de tijd inderdaad van de andere kant bij betrokken was, ook echt gewoon nadat dat hersteld is, gewoon echt heel goed verlopen is. Dus die bomen die zijn grotendeels gered. De bomen die niet gered zijn, die zijn weer ruimschoots gecompenseerd. En het doel wat er uiteindelijk was, was niet het ging eigenlijk niet om de bomen. Het ging erom dat wij een hele snelle en veilige en mooie, comfortabele fietsroute wilden hebben. Van oost naar west. En die ligt er nu. En daar is iedereen hartstikke blij mee. En is het dan fijn dat de bomen in dat stuk toch ook voor het allergrootste deel behouden zijn gebleven? Ja, want dat was de grootste grief. Iedereen wilde graag dat fietspad. Iedereen wilde graag natuurlijk op een comfortabele manier sneller kunnen fietsen. Maar die bomen, ja, dat was echt een verrassing voor sommigen, ook in het participatieproces. En die zijn nu behouden en daar is iedereen hartstikke tevreden mee. Over het fietspad zelf, waarom is dit zo'n belangrijk fietspad? Nou ja, we hebben nogal wat verkeersopstoppingen natuurlijk. Het hele havengebied. Veel mensen willen daar naartoe met de auto. En nou ja, op vijf sluizen zien we best veel files. En die willen we oplossen. En dat kan door heel veel asfalt aan te leggen, maar zoveel plek hebben we niet. Dat kan ook door mensen te verleiden om andere vervoersmiddelen te gebruiken, zoals de fiets. En als we even concreet kijken, dan kun je zeggen dat het fietspad verbreed is, dat je er nu aan twee kanten kunt fietsen. Ja, en je kunt ook als je richting Vlaardingen fietst, je hoeft niet meer zoals vroeger over te steken en dan in de middenberm en dan bij elke kruising op stoplichten te wachten. Je kunt gewoon in één keer doorfietsen en dat helpt natuurlijk heel erg voor de beslissing om de fiets te gaan pakken. Als je al met al een beetje de geschiedenis concludeert van hoe het gegaan is, kun je dan concluderen eind goed, al goed en we hebben nu toch uiteindelijk ook wat de stad nodig had? Ja, het is zeker eind goed, al goed. En het heeft ons ook nog eens een keer geholpen om gewoon beter na te denken over, nog beter eigenlijk na te denken over hoe we met de inwoners omgaan, hoe we elkaar informeren en hoe we met groen omgaan. Dus ik ben heel tevreden. Het is echt wel een feestelijke dag vandaag. Want ik ben wel echt van mening dat dit eind goed, al goed is geworden. Want is dit zoals u het eigenlijk voor ogen had in de destijds oorspronkelijke plannen? Inderdaad, exact. Dus het is precies zoals het op dag 1 dat ik gedacht heb van, dit moet anders. Toen had ik dit in gedachten en zo is het uiteindelijk ook uitgevoerd. Het is wat dat er gaat ook. U heeft het ook destijds een zegen voor de democratie genoemd, zoals het uiteindelijk gegaan is. Maar het is dus wel degelijk ook van belang, is daarmee aangetoond dat het gemeentebestuur luistert naar wat de burgers willen. Ja, het was toen nog geen vanzelfsprekendheid. Maar ik heb na zeg maar eind oktober vorig jaar, toen de grote actie in de raadzaal was, heb ik gemerkt dat men echt in het stadskantoor daar wel wat van geleerd heeft. Wat is er daarna in die periode gebeurd toen eenmaal de beslissing werd genomen om het oorspronkelijke plan van tafel te halen? Toen is er heel intensief contact ontstaan met de ambtenaren die aan dit project werkten. Dus zowel de verkeersambtenaren als de groenambtenaren als toezichthouders. Met allemaal zijn we eigenlijk in gesprek gegaan. En toen hebben we over al die punten waar we het niet over eens waren uiteindelijk overeenstemming bereikt. En zelfs het tracé van het fietspad is bijvoorbeeld 2 weken voor de uitvoering nog 2 meter omgegaan op een stuk waar veel grote bomen staan. Zodat ze minder de kans hebben dat ze het fietspad zullen ondermijnen in de toekomst. Hebben we gezegd, nou leg dat daar nog om. Dus het is echt heel intensief. Over alle onderdelen is gewoon heel goed nagedacht. En eigenlijk alles is geoptimaliseerd, want er komen nu ook meer bomen. Die moeten geplant natuurlijk nu gaan worden. Het plantseizoen nadert. Dan staan er uiteindelijk niet 100 bomen hier. Maar als alles klaar is, staan er die 120 bomen. Dus dan zijn we er 20 bijgekomen. En zo hebben we eigenlijk denk ik dan 2 tevreden partijen. Want het gemeente, het stadsbestuur en wij als burgers hebben dan het fietspad wat nodig is. En wij dan ook als burgers hebben ook de bomen die zijn blijven staan. Inderdaad, ja. En we krijgen er nog wat mooie soorten weer bij. Dus ja, mooier kan het eigenlijk niet.